ben oud beroepsonderofficier van de Koninklijke Landmacht. Ik heb als jong sergeant onder andere gediend bij de Charlie Compagnie van 12 Infanterie Bataljon Gardejagers. Daarmee ben ik operationeel ingezet in het voormalig Joegoslavië, exacter zijn de enclave Srebrenica. Tijdens een patrouille op de enclavegrens kwam ik in contact met een antipersoneelsmijn. En dat resulteerde in een ontzettende bloeding aan mijn linkerbovenarm. En uiteindelijk de amputatie van mijn linkerbeen tot boven de knie. Helmen vol verhalen is belangrijk voor me omdat het mijn eigen kunstenaarschap heel scherp bevraagt. Voor mij is het belangrijk dat ik zeg altijd, ik geef graag betekenis middels mijn beelden. Nou, de verhalen van de veteranen of de militairen die meedoen aan Helmen vol verhalen zijn zo groot. En tegelijkertijd was ik verbaasd over hoe weinig je die verhalen hoort buiten die wereld. Nou, denk ik, dat is precies waar ik als kunstenaar een bijdrage aan kan leveren. Namelijk andermans verhalen zichtbaar maken middels mijn handschrift. Hoe gaaf kun je het hebben? Wat belangrijk met dit project is dat met name de jongere generatie veteranen zichtbaar worden. Het stereotype beeld van de veteraan, de Tweede Wereldoorlog strijder, de Korea, Indië, Nieuw-Guinea, dat die helaas langzaam er straks gewoon niet meer zijn. En dat het aan de jonge veteraan is om dat uit te dragen waar we met z'n allen voor hebben gestaan. Het handhaven van de vrede of het brengen van vrede, waar ook ter wereld. Dat je echt onder mag duiken in andermans stappen, andermans avonturen, maar ook andermans ellende en moeite en heldhaftigheid. En dat je daarmee aan de slag mag gaan. Hoe vaak kom je nou zo'n situatie tegen? Dat is ik vind dat een enorm prachtige kans. Nou, ik denk dat de helm een heel specifiek uitrustingstuk is van elke militair. Iedereen heeft een helm. Dus ik denk dat het op die manier een hele mooie verbinding is om juist die helm te gebruiken. Omdat die het dichtst bij het deel van het lichaam zit waar al onze verhalen in zijn opgeslagen. De onmacht keert om. Dat is meer een ingedikte zin die ik er dan, interpretatie die ik maak van wacht even, er was op een gegeven moment een moment in zijn verhaal waarin het naar opbouw ging, naar dat hij dat hij een stap maakte naar de andere kant van acceptatie van nou, ik heb één mee, maar ik ben heler dan dat ik ooit geweest ben. Wil je deze even na willen draaien even allemaal? Check of het goed vast zit. Ja, ik heb natuurlijk, nadat ik in 1994 gewond ben geraakt, heb ik hier gerevalideerd. 24 jaar geleden dit jaar. En nu al 7 jaar hier als een vis in het water, als leidinggevende over een team van mensen waar een deel nog steeds bestaat uit de mensen die ik 24 jaar geleden ontmoet heb. Het is af wanneer ik gevoel dat het niet meer mijn verhaal is en niet meer Edwins verhaal, maar een groter verhaal over veerkracht, over wilskracht. Over niet opgeven en ook over struikelen. Nou ja, daar werk ik heel graag aan mee. En als kunstenaar midden in de wereld gaan staan, ja, dat wordt er eigenlijk van gevraagd. En dat is van militairen wordt dat ook gevraagd, maar het speelt zich af buiten ons blikveld. Nou, en daar komt dat nu samen. Ja, hoe tof is dat?